Slagdarmresectie is een complexe chirurgische ingreep. Deze ingreep wordt jammer genoeg nog steeds gekenmerkt door potentieel ernstige complicaties. Sinds mei 2017 zijn we gestart met een ERP, oftewel Enhanced Recovery Project. Door duidelijk preoperatieve informatie te geven, willen we de patiënt meer actiever betrekken bij zijn genezingsproces. Op dag 1 halen we de patiënt uit bed. Snelle activatie is essentieel voor het voorkomen van complicaties. Snelle mobilisatie vermindert de kans op postoperatieve longinfecties. In vergelijking met patiënten die langer in bed bleven, zien we met de snelle mobilisatie duidelijk minder respiratoire problemen, maar ook kracht en conditie gaan erop vooruit. We starten zo snel mogelijk met het oefenen van ADL-activiteiten om zelfstandigheid hierin te herwinnen. Om vroegtijdige mobilisatie te vergemakkelijken, proberen we infusies en drainages zo vlug mogelijk af te bouwen. Door overschakeling van parenterale voeding naar enterale voeding hebben we geen centrale veneuze katheters meer nodig. Sinds het ERAS-protocol starten de patiënten vroeger met eten en drinken en worden ze vanaf dag 1 bijgevoed met zondevoeding via de voedingsjejunostomie. En ook na het ontslag wordt de orale voeding ondersteund door nachtelijke zondevoeding. Bij de eerste 50 patiënten zien we reeds veelbelovende resultaten. Onze longontstekingen zijn afgenomen met 58% en de mediane verblijfsduur in het ziekenhuis is gedaald van 13 dagen naar 9 dagen. Ja. Zo zie je maar, zo gaan patiënten niet alleen sneller naar huis, ze worden er ook beter van. En we hopen met een continu proces de zorg elke dag beter te kunnen maken en verder op punt te kunnen stellen.